Welkom in het Joods Historisch Museum. Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, zijn we weer open. En wel met twee nieuwe tentoonstellingen. Forget and Remember van Gil Emoti en Zijn Joden Wit. En vandaag op deze digitale opening geven we jullie kleine sneak peeks van deze twee bijzondere exposities. En ga ik in gesprek met de betrokkenen bij deze twee verschillende tentoonstellingen. Als eerst welkom Emiel Schrijver en Lisbeth Bijvoet, de directie van het Joods Cultureel Kwartier. Lisbeth, hoe is het om weer open te zijn? Dank je. Ja, het is heerlijk om weer open te zijn en de bezoekers door de Portugese synagoge en het Joods Historisch Museum te zien lopen en te genieten. En eigenlijk doen wij dat als Joods Cultureel Kwartier ook. Ja. En de afgelopen maanden hebben we vanzelfsprekend hard gewerkt en de collectie verzorgd en de gebouwen verzorgd, aan tentoonstellingen en evenementen voor de toekomst gewerkt en ook digitaal contact onderhouden met ons publiek. Ja. Maar dit is toch waarom we bestaan, om bezoek te ontvangen en te inspireren, te engageren. Dus jullie zijn helemaal klaar voor. Is er iets waar je heel erg op hebt verheugd in de komende maanden, wat hier komt? Op deze tentoonstellingen, ja. Op open zijn en op al die tentoonstellingen die gaan komen. Yes. Ja. Emiel, we staan hier bij de tentoonstelling Forget and Remember van Gil Emoti. Kan jij eerst kort vertellen even, wie zijn Gil Emoti? Ja, Gil Emoti zijn een kunstenaarsduo die op een hele rigoureuze manier vormgeven aan het concept duo. Ze doen alles samen, leven samen, dragen dezelfde kleding, één huissleutel, één portemonnee, één telefoon. En maken samen eigenlijk alles wat ze aan kunstzinnige expressie hebben. En wij vonden het de moeite waard om juist aan hen de gelegenheid te geven om hier in het Joods Historisch Museum een tentoonstelling te maken. Ja, en de tentoonstelling heet Forget and Remember. Ik neem aan dat jij hem al hebt gezien. Ik heb hem al gezien. Ja. Wat spreekt jou het meest aan? Het is een hele fijnzinnige en gevoelige zoektocht naar hun eigen identiteit. Ze zijn vanuit Israël aan het einde van de vorige eeuw naar Rotterdam gekomen. In Nederland hebben ze zich als kunstenaarsduo verder ontwikkeld. Ja. En het is een zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis aan de hand van de objecten van hun ouders. En dat is ook het moment waarop ik hier, want ik weet dat de ouders meekijken, ook de ouders wel wat toespreken en ze bedanken. Tot Arabah Lachem, de Horim Shel Gil Emoti, Anachnu Shmechim, Shehem Po, Amsterdam. We Todot Rabot Lachem, maar Kweret Amiporat, maar Yitzchak Nader. Todot Rabot Lachem, Kultuv. Nou, heel mooi dat ze op deze manier ook bij deze opening zijn. We gaan nu even kijken naar een filmpje waarin Gil Emoti zichzelf eigenlijk nog beter misschien, of nog uitgebreider voorstellen en ook wat meer vertellen over deze bijzondere expositie. Oké. Ik ben Gil. Ik ben Emoti. En we zijn alles gelijk. We zijn in stijl. We zijn kunstenaarsduo. Partners. We horen bij elkaar. Ja. We zijn kunstobjecten. Ja, we hebben elkaar ontmoet in de kunstacademie. In Jeruzalem. Toen we naar Nederland verhuisden, het voelt voor ons naturaal. En we gingen vanaf dag 1 samenwerken als Gil Emoti, als een kunstenaar. Ook in ons privéleven, we begonnen 24 uur samen te zijn. En dit hadden we in Israël niet gedaan, Erden. We zijn performance kunstenaar. We hebben één telefoon, één telefoon, boslotels. We kleden ook identiek elke dag, ook als we thuis zijn. We zijn niet bezig om met elkaar identiek te zijn. Het heeft te maken met de kwesties van vragen over identiteit, over ego. Kunst kan een eye-opener zijn, maar ook een heart-opener. Dus eye- en heart-opener. Kunst moet je raken, maar ook iets nieuws aan je laten zien.
In de tentoonstelling komen terug de Joodse wortels, onze eigen Joodse wortels, onze ouders Joodse wortels en tradities. En het is niet voor niks dat we laten dit werk hier in het Joods Historisch Museum Amsterdam tonen. Het is nu of nooit. Wie weet hoe lang blijven ze nog leven. Mijn vader was een kind, Holocaust kind eigenlijk, in Bulgarije. Mijn moeder, haar vader was heel betrokken bij de beginjaren van Israël. Vergen met onze ouders was soms emotioneel. Want we kwamen erachter dat er zijn veel nieuwe verhalen dat we hoorden voor de eerste keer. Ik denk de ouders gebruiken het publiek ook om deze verhalen aan te vertellen. In dit project bespreken we over dingen die we hadden nooit eerder besproken. De kunstcollectie van mijn moeder, toen ik kind was, het was heel natuurlijk, so ik wist niet dat het is belangrijke kunst is of niet iedereen heeft zo'n kunst in zijn huis. Het was gekocht door mijn opa. Het is gemaakt door Josef Zeritsky. Ik heb mijn opa nooit ontmoet, dat hij overleden voor mijn geboorte. Ik benoemde naar hem. Ik was heel blij dat mijn ouders dit schilderij in mij gegeven. Ik had een bijzondere band met mijn moeder, die 3 jaar geleden overleden in Plotseling. Ze stuurde altijd aan dagboeken naar ons toe. Lieve Gil en Motti, jullie zijn groot kunstenaars over al de wereld. Jullie zijn beroemd en ik ben heel trots op jullie. Het is wel theatraal en dat doen we vooral in de tentoonstellingen, hier in de theatrale ruimte. Bij deze zijn we ook aanwezig bij de onwijzigheid met betreft silhouetten van onze figuren. Zijn we wel aanwezig, hoewel we zijn er niet. Ja, en daar ben ik weer, maar dit keer met Motti, Gil en Judith Hoekstra, de conservator van deze expositie. Judith, om met jou te beginnen. Waarom passen Gil en Motti zo goed bij het Joods Historisch Museum? Nou, eigenlijk in hun hele werk, hun hele artistieke carrière, houden zij zich bezig met thema's die naadloos hier in het museum aansluiten. Zoals identiteit, immigratie, sociale verhoudingen, religie ook. Dus dat past hier naadloos in. En speciaal voor Forget and Remember hebben Gil en Motti zich ook laten inspireren op de collectie van het museum. En hoe deze gepresenteerd wordt hier. En dat hebben ze dus in de tentoonstelling hier doorgevoerd. Dus de audiotour, de manier waarop de objecten hangen in de tentoonstelling. Dus past perfect hier. Welkom Gil en Motti. Ook gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. En ik heb me wat verdiept in jullie werk en ik kwam eigenlijk overal wat als een soort rode draad is eigenlijk jullie de overeenkomsten en de gezamenlijkheid tussen jullie. Hè. Overal lees ik van ze hebben 1 portemonnee en 1 paar sleutels. Maar in deze expositie zijn jullie eigenlijk veel meer op zoek gegaan naar de verschillen tussen jullie. Klopt dat? Ja, inderdaad, het klopt allemaal. Het is wel de eerste keer dat we tonen hier onze verschillen. Het heeft te maken met dit project gaat om onderzoek naar onze Israëlische, Joodse en migratiefamilie wortels. En daarom was het essentieel om even achter te komen waar liggen de verschillen tussen Gil en Motti. Tussen ons erbij. En er zijn er veel, want we hadden ons apart opgegroeid. We kregen diverse opvoeding ook. Wat is het grootste verschil tussen jullie opvoeding, als je het in 1 woord... We komen uit heel verschillende milieus. Ja.
Ja. En als je nog de filmpje kijkt, zie je dat Gil heeft zijn grote mond uit zijn vader gekregen. Ja. En ik de roet van mijn moeder heeft overgenomen. Ja. En hadden jullie dit, zeg maar, hadden jullie dit werk ook veel eerder in jullie carrière kunnen maken? Of was dit echt het moment om na, zeg maar, al die versmelting nu ook naar de verschillen te kijken? We hadden al jaren de wens om een autobiografische werk in een historisch museum te laten maken, ja. Ja, ja, maar nu voelt het gelijk het juiste moment voor. En het juiste plek ook voor het Joods Historisch Museum Amsterdam. Mooi. Het komt allemaal samen. Ja. En ik heb gehoord dat normaal is de audiotour een beetje een keuze. Heb je er zin in of niet? Maar bij deze expositie is dat eigenlijk het is geen keus. Nee. Want het is een kunstwerk op zich, klassiek. Ja, het is een kunstwerk die geïnspireerd door dit pedagogische Medium, ja. Ja. En we hebben voor de kijker die verhalen geschreven. En ja, die is ook zelf ingesproken? Of Nee. Dit verzocht Willemijn de Vries, een hele goede actrice met een hele warme, overtuigende stem. Maar de verhalen en de samenstelling hebben wij bedacht. Het, het verandert ook in toon. Het heeft een beetje deels informatief, deels persoonlijk, soms grappig, soms pittig en zeker overal kritisch. Yes. Dus, en dit apparaat, vergeet niet, precies, dus kom kijk naar de camera, kijken. Dit apparaat is niet te halen bij de ingang. Komt echt niet verder zonder dit apparaat, dit hebben we duidelijk gesteld. Bij de ingang van... Emiel bedankte net al jullie ouders op een bijzondere wijze. Zijn er meer mensen die er gedaan hebben? Ja, zeker. Het is een hele grote lijst. Maar net zoals bij de Oscars van Houten. Ja, zeker. Ja, zeker weten. Nou, allereerst de directie willen we, het museumdirectie willen we bedanken voor het vertrouwen en de bijzondere vrijheid dat het museum ons heeft gegroet. Curator Judith Hoekstra en projectleider Martina Stroom, met wie hadden we een samenwerking, heel close band en heel lange traject, soms heel ingewikkeld ook, vanwege corona ook. Ja. Het hele gehele museumteam willen we bedanken. Daarnaast onze lieve ouders, ik kijk naar de camera, onze lieve ouders, vrienden, familie en ook assistenten. Katrien, Judy, Mossa, Ronald, er zijn veel, we kunnen niet alle benoemen. Iedereen hebben ons veel mail geholpen. En als laatst komt nog een publicatie, hoort bij de tentoonstelling. En we willen bedanken Eleonore Japsam, de uitgeverij, en Remco van Bladel voor een vrije ontwerp. Heel goed. Nu gaat het muziekje aan. Nee. mijn laatste vraag, Judith, is nog voor jou. En dat is dat ik las ook dat er bijzondere rampprogramma's worden georganiseerd rondom deze tentoonstelling, waar de kunstenaars zelf ook een rol in spelen. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Dus eigenlijk is de rampprogrammering tweedelig. Je hebt inloopspreekuren met Gil en Motti. Die zijn één keer per maand hier in het auditorium aanwezig om bezoekers te ontvangen en met hen in gesprek te gaan over belangrijke familieobjecten of erfstukken. En die worden ook erg aangemoedigd om die mee te nemen als bezoeker. Of misschien een foto ervan. En dat is eigenlijk een soort eenmalige performance en kennismaking die Gil en Motti doen. En dan daarnaast zijn er ook evenementen, lezingen, workshops die allemaal op de website te vinden zijn. En 11 juli is de eerste, is een zien-workshop in samenwerking met Ilia. En dat met het thema liefde en relaties. Yeah. En er wordt ook een introductie gegeven, of dat gaan Gil en Motti doen, over hun huwelijksperformance in 2001, 20 jaar geleden, The Wedding Project. En dat is, en ook 20 jaar gay marriage, dat heeft daar allemaal mee te maken. Nou, dus dit is zeker niet de laatste keer dat jullie hier fysiek aanwezig zijn. Er komt nog heel veel moois. Veel dank hiervoor. Ik ga zelf heel snel, ga ik me onderdompelen in de audiotour en ik deze mooie expositie bekijken. En we hopen u thuis natuurlijk ook. En dan ga ik nu zelf zo mij teleporteren naar de andere expositie, Zijn Joden Wit. En terwijl ik dat doe, gaat u kijken naar een trailer van die tentoonstelling. Tot zo.
Wit. Ik heb zeker een wit privilege. Wit is de norm. Wat je op dit moment ziet is dat Joden het ultieme voorbeeld zijn van white privilege. Wit is de meerderheid. Machtig, invloedrijk. Wit kan weglopen van het verleden. Ik denk dat als je naar de geschiedenis kijkt, dat Joden heel vaak als niet-wit zijn beschouwd. Wij Joden zijn nooit wit geweest. Ze waren heel vaak een aparte categorie. Uitgesloten, vervolgd en uitgemoord. Ik voel me wel echt een minderheid. Dus wat dat betreft ben ik zeker geen doorsnee witte man. Nee, Joden zijn niet wit. Ja, ik ben wel wit, maar zijn Joden wit? Ja, wij zijn wit wanneer het andere mensen eigenlijk uitkomt. Ja, en daar ben ik weer. Maar nu bij de expositie Zijn Joden Wit. En het is een bijzondere expositie. Hij is samengesteld door maar liefst 3 gastcuratoren. Anousha Nezume, Liefnat Faber en Guidon Querido van Frank. En helaas konden Liefnat en Anousha niet aanwezig zijn vanavond. Maar Guidon is er gelukkig wel. En ik ga met hem, maar ook met Emiel en ook met Chantal Sissarunne en ook met Dina Bons voor een komende kwartier, 20 minuten in gesprek van ja, wat impliceert nou eigenlijk die vraag, zijn Joden wit? Emiel, om met jou te beginnen. Waarom vond jij dit een belangrijke expositie om nu in het museum te hebben? Nou, wij zijn al langer bezig aan het nadenken, we waren al langer bezig na te denken over de vraag hoe je als Joods Historisch Museum, als Joods Cultureel Kwartier, niet alleen stilstaat bij Joodse geschiedenis en cultuur, waar iedereen van weet dat we daarmee bezig zijn, maar hoe je ook in een veilige omgeving een bijdrage kan leveren aan wat er op dit moment in de maatschappij ook over Joden aan de gang is. Ja. Daar past heel erg het Israël-verhaal van onze vorige gasten bij, Gila Motti. Ja. Maar daar past helaas ook het hedendaagse antisemitisme bij. En toen ik al een aantal jaren geleden met dat idee speelde, dan is onze natuurlijke reflex is om daar dan 3 jaar over te doen. Mm-hmm. En dan over 3-4 jaar die ene tentoonstelling te maken waarin alles behandeld wordt. Maar deze tijd met gewoon extreme uitingen van antisemitisme, die vroeg om een veel snellere interventie. En toen ik het stuk van Guidon las, van Guidon Querido van Frank las in Vrij Nederland in 2019, dacht ik, is dat niet de manier om op een veel, ja, ik zou bijna zeggen, activistische manier, een aantal externe mensen uit te nodigen om in gesprek met ons dat ingewikkelde thema van wat is nou eigenlijk de positie van Joden in het diversiteitsdebat, om dat hier plaats te geven. Want is het ook, zeg je van, eigenlijk vind ik dus ook dat je als museum agenderend moet zijn, niet alleen maar, zeg maar, reactief? Ja, kijk, er bestaat natuurlijk al eigenlijk niet zoiets als neutraliteit in dit soort dingen. Maar wat wij wel zijn, is een plek waar je betrouwbare informatie ophaalt. Waar je op een veilige manier met dit soort moeilijke thema's aan de bak kan. Mm-hmm. En ja, dat wij de stem hebben gegeven aan... Wordt even aan je gepuzzeld. Dat wij de stem hebben gegeven aan een aantal externen in samenspraak met ons. Mensen die allemaal op hun eigen manier betrokken zijn bij het geheel. Dat daar ook nog eens een video presentatie in opgenomen is, waarin ook weer een aantal andere mensen, waaronder de aanwezigen hier, een stem krijgen. Ja, dat is een keuze die het voor ons mogelijk maakt om snel te reageren. En daar ging het me eigenlijk in allerlaatste instantie om. Ja. Je had het er al over. Guidon, welkom. Jij schreef een stuk in 2019 voor Vrij Nederland. En ik vroeg me eigenlijk af van, is deze expositie een visuele vertoning van dat stuk? Of zit er ook een verschil tussen dat stuk en deze expositie? En wat is dat dan? Ik schreef het essay 2 jaar geleden voor Vrij Nederland over de vraag, zijn Joden wit? Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat Joden vandaag de dag niet geagendeerd worden door heel veel emancipatiebewegingen? Hoe komt dat antisemitisme, vooral in deze tijd, niet benoemd wordt? Waarom worden Joden niet meer als etnische kwetsbare minderheid gezien? Daar ging het essay over. Dat was eigenlijk een onderzoek. Ja. Het was ook een felle aanklacht, een jacuze, tegen wat er allemaal nu gebeurt. Dat wij niet meer, wij Joden, als minderheid worden gezien.
Ik eindig het essay ook met de woorden: de revolutie vreet haar eigen kinderen op. Ja, heftige uitspraak. Het is een heftige uitspraak in een hele heftige tijd. De tijden zijn nu nog heftiger. Als je ziet wat er gebeurt, hoef ik niet uit te leggen. Maar dit is niet de hele tentoonstelling. De tentoonstelling is een analyse, het is die aanklacht. Mm-hmm. Die scherpe kanten zitten er nog steeds in. Maar het gaat verder en het gaat niet over een soort verwijt en de aanklacht en wat er allemaal fout gaat. Mm-hmm. Er wordt verder gekeken door Anousheh Nezoumé, Livnat Faber en door mij. Mm-hmm. Er wordt gekeken met de mensen die we hebben geïnterviewd. Ja. Daar gaan we zo over spreken. Ja. Hoe gaan wij verder? Wat Anousheh, Livnat en ik hebben gedaan, is om met allerlei minderheidsgroeperingen, als je het zo wil uitdrukken, om de tafel gaan zitten. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Wanneer wordt wie uitgesloten? En hoe kunnen we samen met elkaar verder? Die gesprekken hebben we gevoerd en het product daarvan is de tentoonstelling, maar de tentoonstelling is daar ook de springplank van. Ja. Na deze tentoonstelling gaan we verder met z'n allen om te kijken hoe gaan wij als minderheden verder om elkaar te helpen. En niet om elkaar uit te sluiten. We zien hier inderdaad op de achtergrond zien we allemaal van die bijzondere sprekers om en om. Die ook onderdeel zijn van deze tentoonstelling. En Chantal en Dina maken daar ook onderdeel van uit. Dina, welkom. Ik zal je ook even introduceren. Je doet zoveel, maar je werkt in ieder geval bij Female Economy. Daarnaast ben je ook LGBTQI+ en translobbyist. HIV en AIDS en sekswerkactivist, politicus en jurist. Maar mijn grote vraag eigenlijk bij deze is, naast alles wat jij doet, allemaal identiteiten misschien, in hoeverre draag jij je Joodse identiteit uit? Ja, het is iets wat ik eigenlijk zo snel je als je me echt kent, gelijk ziet aan de voordeur, in het huis, de manier waarop ik soms eet, op welke tijdstip ik vrienden uitnodig voor een maaltijd. Dus daar, als je me goed kent, dan merk je dat. Ik draag ook altijd mijn Davidster heb ik altijd om. Ja. Waar ik ook ben, en dat levert je soms ook wel nare dingen op. Ik heb een tijdje in Berlijn gewoond en daar ben ik ook echt een keer de tram uit de metro uitgeduwd of op het station uitgescholden. Ik krijg best wel vaak hate mail en echt wel met dreigmail, weet je, dat je daar echt nare dingen op krijgt op je werk. Ja. Dus dat is, zo draag ik het uit. Kies je er dan ook wel eens voor dat je denkt, ik heb er even geen zin in, ik doe het even niet? In sommige momenten, als het echt heel erg echt politiek is, en of als het ook echt wel iets is van, daar kun je ook bijna je energie bijna niet in, dat is bijna een onmogelijke discussie. Ja. Dan denk ik soms van, nou, ik hou nu even gewoon mijn mond of ik ga even iets anders doen. In ieder geval niet met jullie in de discussie. Ja. Omdat er altijd heel snel een je moet ergens voor kiezen deel wordt. En als je intersectioneel denkt, en ook dus van allerlei intersecties in je eigen body hebt, dan kun je niet voor alles kiezen. Want je bent gewoon steeds een onderdeel wat onlosmakelijk is van het geheel. Dus dat is een fout, een denkfout die ik vaak zie in dat debat. Waar mensen zeggen van, maar dat kan je helemaal niet zo zeggen, want je bent dan niet. Dan denk ik, nee, maar ik ben wel van kleur. Maar dat dacht ik ook. Hoe is voor jou als persoon van kleur? Ik zei ook, we hebben hier ook al een mooi programma over in de Bali gemaakt. Daar vertelde ik ook. Mijn vader was van kleur, of hartstikke bruin. Dus de vraag, zijn Joden wit? Toen je dat voor het eerst hoorde, wat dacht jij toen? Nee, dat heb ik ook heel hard volmondig, dat is hier ook in verwerkt. Van nee, dat zijn ze niet. Met een uitleg ook in de context van waar het Joodse volk vandaan is gekomen. En dat is een plek waar je absoluut en ook aan de taal en alles wat de gebruiken, daar merk je dat het geen wit volk is. Alleen de manier waarop mensen verdreven zijn door het antisemitisme altijd, is natuurlijk de manier waarop, via welke as, als je dat via het Oost-Europese of via het Noord-Afrikaanse hebt, dan heb je dus dan kun je het soms niet meer goed zien. Maar dat betekent niet dat je dan in één keer tot die witte meerderheid behoort. Dus dat, ja. Chantal, ook nog heel even korte introductie. Adviseur, spreker, trainer op een expert op het gebied van verbinden van groepen die elkaar lastig vinden in een gepolariseerde samenleving. En ik denk dat Jalla daar een van de mooiste voorbeelden van is momenteel. Ja, ik dacht, hoe resoneert die vraag bij jou? Zijn Joden wit? En vind je het een belangrijke vraag of vind je het misschien een onzinnige vraag?
Nou, mijn eerste reactie was, hoezo? Ik snap wel dat ik dus wit ben van kleur, maar als je bijvoorbeeld kijkt bij mij thuis, mijn dochter, mijn oudste dochter, is niet wit. Met haar vader van Surinaamse en Marokkaans-Joodse afkomst. En Dina naast mij, het zegt al genoeg. Ja. Dus Joden zijn een heel divers volk wat dat betreft. Alleen het gaat wat mij betreft eigenlijk over de maatschappelijke vraag of Joden wit zijn. Dus dan gaat het over de vraag van... Wat is dat wit dan? Ja, is dat wit dan? Is dat, wordt vaak gebruikt als uitsluitingsmechanisme. In de zin van wit als in privilege, als in de meerderheid, als in beschermd, als in gevraagd. Vrijwaard van uitsluitingsmechanismen als in de norm. Ja. En binnen al die kaders zie ik Joden niet per se als wit. Nee. Dus het is en ook is een dat soort in van... alle kaders niet? Want ik kan bijvoorbeeld, als het gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt of in winkels en zo. Nee. Word jij dan ook achtervolgd door een beveiliger? Nee, dus ik heb wel het wit privilege van het fysiek wit zijn. Ja. Daarmee bedoel ik dat als ik een... ik heb wel een Marokkaans-Joodse achternaam inmiddels. Maar dus als ik solliciteer en ik doe een foto bij, dan misschien wellicht niet. Ja. Als ik een winkel inga, volgt niemand mij. En ik heb altijd ik heb nooit enige moeite gehad om welke club dan ook in te komen natuurlijk. Ja. Alleen dat betekent niet dat ik de hele maatschappij als veilig ervaar. En dat betekent ook niet... dat ik mij niet als een minderheid voel. Ja. Dus ik voel mij wel degelijk een minderheid. En ik heb ook altijd het gevoel dat, zeg maar, dat die veiligheid... Mm-hmm. die we nu in ieder geval lijken te hebben... Ja. aan een zijden draadje hangt. Dat is een heftige uitspraak en ook een heel naar gevoel, lijkt me. Niet heel comfortabel. Niet heel comfortabel, maar... laat het zo je gaan zeggen. Waar deze expositie ook heel erg over gaat, is naar mijn idee, is solidariteit echt in het activisme. In de emancipatie, in het voor elkaar opkomen. Mijn eerste vraag voor jullie is, laten we eerst introspectie doen. In hoeverre vinden jullie, Dina, Gidon, dat Joden vocaal genoeg zijn in zich uitspreken tegen anti-zwart racisme, tegen islamofobie, tegen transfobie, et cetera? Nou, ik vind wel dat ik soms de ruimte niet krijg om het allebei te doen. Dus dan is het heel erg lastig om bijvoorbeeld te zeggen van... als Joods persoon met bepaalde rites of gebruiken... Mm-hmm. Die wil ik wel gewoon meenemen als ik ergens ben. En dan, kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, van ik kan wat doen eigenlijk. Ik had een keer een kantoor, ook in Berlijn... en toen wilde ik gewoon een masseuse op mijn deur plakken. En daar hebben we toen een hele discussie over gehad. Van ja, dat kan helemaal niet, een transorganisatie. En hebben helemaal niks met religie. En toen zei ik van, maar ik heb ook niet echt veel daarmee. Maar ik vind het voor mij belangrijk om dat te hebben. Dus dan heb je toch altijd een dubbele strijd te voeren. En dat is toch vaak de ruimte die je zelf... moet creëren. En ook wel op congressen, conferenties kom je heel vaak ook Joodse mensen tegen die je kent. Gewoon, ja. Hè, want mensen kennen elkaar natuurlijk. En dat is wel, dan voel je en dan doe je eigenlijk soms een soort van bijna underground op vrijdagavond of zo met elkaar. Even op je kamer, even gezellig, een apart moment. Mm-hmm. Want dat is soms een beetje een soort van bijna undercover-achtig gevoel. Omdat dat dan heel erg moeilijk is om dat allemaal in zo'n community te doen. Dus dat is best lastig. Dus kom ik dan eigenlijk, dat was eigenlijk mijn tweede vraag, van in hoeverre voel je bijvoorbeeld Chantal, voel jij je, zeg maar, als heb jij het gevoel dat de antiracismebeweging er voor jouw zaak staat en zich tegen zich ook op het antisemitisme richt. Is er, is er voor jouw gevoel voldoende solidariteit? Nou, ik vind het wel lastig. En ook om even nog terug te gaan of Joden zich uitspreken. Joden spreken zich van nature heel erg uit. Mm-hmm. Juist in die antiracismebeweging, maar ook qua solidariteit. En ik vind als je zelf een minderheid bent die onder druk staat, dan ontslaat jou dat niet van de verantwoordelijkheid om op te komen voor andere minderheden. Integendeel. Ja. Je zou dat juist moeten doen. En het gevoel wat ik heb is wel dat dat is opgeschoven. Dus ik heb het gevoel opgeschoven dat... Opgeschoven naar wat? Nou, opgeschoven naar rechts in de zin. Mm-hmm. Dat ik merk dat veel Joden zich niet meer helemaal thuis voelen in de antiracismebeweging of bij links. Mm-hmm. Ook omdat die vlag van het Palestijns-Israëlisch conflict... Mm-hmm. er vaak zo dik bovenop ligt dat de tendens is... Dus je moet eerst laten zien dat je een soort van goede Jood bent. Mm-hmm. En anders dan
word je meteen eigenlijk als kolonist of als onderdrukker of als, hè, word je op een bepaalde manier weggezegd en dan voel je je eigenlijk dus niet welkom in die beweging. Terwijl ik denk, heel veel mensen weten helemaal niet wat ik vind. En even los van het feit dat ik toevallig kritische ideeën heb over de Israëlisering of wat dan ook en dat ik heel erg pro-vrede ben, waarom wordt mij dat wel gevraagd? En vragen we aan niemand met een andere identiteit wat ze vinden van wat er in China gebeurt met de Oeigoeren. Ja. Of wat er in Syrië gebeurt. Of waarom moeten wij altijd ons zo bewijzen om mee te mogen doen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als Nederlandse Joden. Ja. Ik denk dat we dat gesprek echt open moeten voeren om daar een verandering in te brengen. Want van nature zijn Joden juist vanwege hun geschiedenis super solidair. Ja, er was natuurlijk ook vroeger ook een meer natuurlijke misschien solidariteit. Dus, maar je moet niet altijd Amerika en Nederland allemaal één op één met elkaar vergelijken. Natuurlijk maar civil rights movement en de Joodse gemeenschap. We moeten alweer bijna afronden. Ja, Emiel, er is dus werk te doen. Hè? Daar gaat het eigenlijk over. Hè? We moeten elkaar weer vinden. Veilige ruimtes. Wat hoop jij nou, hè, door deze expositie hier te hebben, dat hier gebeurt? Ik vind het belangrijk dat we dit aspect benoemen, dat we het aspect van die verbinding benoemen. Ik vind tegelijkertijd ook belangrijk dat de analyse zoals Gideon die gepresenteerd heeft, dat hij ook alles bij naam noemt. Dat hij die roze olifant van dat Israëlisch-Palestijnse conflict, van het niet noemen van Joden in al die bewegingen, van de strijd, de concurrentie tussen verschillende vormen van leed. Mm-hmm. Alle dingen die over het algemeen niet benoemd worden, dat die juist hier benoemd worden. En volgens mij begint het daarmee. Het feit dat je uitspreekt wat je doet. En dit maakt onderdeel uit voor het Joods Cultureel Kwartier van een heel programma dat we in de loop van de jaren willen ontwikkelen. Om vanuit alle kanten het probleem van het hedendaagse antisemitisme, van de intersectionaliteit, van de solidariteit tussen de bewegingen in zijn geheel te behandelen. Daar zit een prachtige kick-off voor. Ja. Een paar hele mooie evenementen. Eentje in de Bali al gehad, waar jij bij betrokken was. Nog een aantal evenementen, daar zal Guido nog iets over zeggen. Ja. En dat is het begin van iets veel groters. Ja. En dat doen we onder dit dak, op deze plek, waar de Joodse gemeenschap al meer dan 400 jaar is geweest is en waarin uitgerekend wij vinden dat we het gesprek kunnen openen. Ja, mooi. Gideon, ik eindig bij jou. Dus noem ook nog even inderdaad de interessante side-events die er komen en ook misschien nog echt even wat Anousha Liefnat en jij hopen dat deze tentoonstelling in werk zet. Nou ja, wat Emiel zegt, dat klopt. Aan de ene kant laten we dus die analyse zien, wat is er aan de hand, wat gaat er gruwelijk mis. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk en die scherpe kantjes zitten absoluut in het verhaal. Mm-hmm. Aan de andere kant waar we het net over hebben, het gaat ook om dialoog, om solidariteit, zowel bij alle minderheden. Dus je vroeg ook net, in hoeverre zijn Joden betrokken? Ik ben het helemaal met je eens, maar niet alle Joden, natuurlijk niet. En ik hoop, en Anousha hoopt, en Liefnat hoopt, dat meer Joden zich uitspreken, meer solidair zijn, omdat dat onze geschiedenis is. Het is Tikkun Olam, het is waar we vandaan komen. We moeten ons niet laten afschrikken en we moeten meedoen om voor elkaar op te komen, want alleen kom je er niet. En dat zie je terug in de evenementen. We hebben een evenement in de Bali gehad, twee discussies en een performance, onder andere met Jesse Veldhuizen van Bijeen, om te kijken wat is hier aan de hand, wat gaat er mis. Het tweede evenement is georganiseerd door Anousha Nezoume, dat is georganiseerd voor Joden van kleur, want die zijn er ook nog. Wat komen mensen uit die communities, uit die gemeenschappen tegen? Waar we het net ook over hadden, want ik heb een witte huid, ik heb wit privilege. Maar dat is niet voor elke Jood zo. En het derde evenement is een Ketikoti Tish. Ketikoti is natuurlijk de afschaffing van de slavernij, die nog steeds geen officiële dag in Nederland is. Wij Joden moeten ons daar hard voor maken, vind ik persoonlijk. Dat is een evenement waarin Joden van allerlei kleuren en mensen van kleur over elkaars pijn gaan praten. Want dat is de sleutel. Ja, we gaan alles analyseren, we komen met verwijten, we zeggen dat de dingen niet goed gaan. Maar we moeten ook naar elkaars pijn luisteren. En dat is het begin van solidariteit. En dat is wat we willen met deze tentoonstelling. En ik hoop dat veel mensen komen kijken.
Ik vond het zelf, ik heb hem al mogen zien. Ik vond het heel inspirerend en ook, ook echt eigenlijk ontroerend om al die verschillende stemmen te zien. En ik denk zeker van, we moeten ook de scherpe randjes benoemen. Maar het gaf mij in ieder geval, geeft het ook hoop. Dit was het. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken. En dit was digitaal, maar natuurlijk vooral de uitnodiging om weer fysiek het museum te bezoeken. U kunt uw tickets en de tijdslots natuurlijk online boeken en daar ook meer informatie vinden over alle randprogrammering. En ik wens u voor nu een mooie avond. Dag!